In een autojoon kun je wakker worden met een glimlach. En ik zou je zeggen waarom. Als ik wakker word, dan kijk ik vanuit mijn slaapkamer meteen naar de zee. En ik heb zo'n beetje van mijn 20ste tot mijn 30ste jaar op zee gevaren bij de koopvaardij. Eerst bij de shipping en toen bij de Rotterdamse Nood en de Oranje Lijn. En dan werd ik ook gewekt, 's morgens. En dat deden we een hutbediende. En die deden dat allemaal op hun eigen manier. En één is me altijd heel goed bijgebleven. En dat was Josh Gurangang. Josh Gurangang, die had zijn eigen optreden om jou wakker te maken 's morgens. Wakker maken met een glimlach. En dat hoor ik nu nog steeds. Als ik naar de zee kijk 's morgens, nu loopt mijn wekkertje af. En dan hoor ik op de achtergrond Josh Gurangang. En die zong dan een liedje. En weet je wat hij dan zong midden op de Indische Oceaan? Wakker de zon, hij is al op. De bloempjes kijken uit hun knop. De haan krijgt voor de tweede keer. En iedereen is in de weer. Wordt wakker. Gaan feest vieren vandaag, hè? 40 jaar uit, joh. Dat is een hele tijd, 40 jaar. Toen het geopend werd, kwamen er mensen in van 65 jaar kerngezond. En nu komen ze erin met 90, 95. Het was hier toch een huisartsschool vroeger? Ja, maar onze naam. Ja. En nu is het al 30 jaar, 40 jaar uit hier. Nee, het is echt werkelijk een fijne tijd hier. Ja, ik kan nog herinneren dat die gebouwd werd. He? En ik kan me nog herinneren dat er een wedstrijd uitgeloten was om te vragen de naam van Uitenjong, wat dat zou worden. En toen heb meneer Teun Verheij, die heb gezegd het Uitenjong en die had gewonnen. En daarom heet het Uitenjong. En de eerste mensen die erin gingen, heeft u die gekend? Ja hoor. En er waren allemaal mensen met klederdracht aan. Dat is van lieverlee zo minder geworden, want de verpleging die kon die drachten allemaal niet klaarmaken die mensen aan moest. En zodoende zijn ze allemaal gewoon in burgerkleren gegaan. Heel goed, ik heb in de Aandeelwoning gewoond. 20 jaar, dat was heel gezellig. Ja. En ja, ik heb tot mijn 80ste zelfstandig, nee, tot mijn 100ste heb ik zelfstandig gewoond. En toen ben ik in de verzorging. Ik ben nu 2 jaar in de verzorging. Mijn naam is Mandy van Veen. Ik ben stadsdirecteur van het mooiste stadsdeel van Den Haag natuurlijk, stadsdeel Scheveningen. En we zijn vandaag bij de verjaardag van het Uitenjoon. Heel veel plezier allemaal. Klaas Milder, de bestuurder van Respectzorg. Lieve mensen. En ook heel bewust lieve mensen. Vandaag is eigenlijk de aftrap van een feestweek in het kader van het 40-jarig bestaan van het Uitenjoon. 40 lange, maar ook 40 hele mooie jaren. Deze feestweek niet hebben kunnen plaatsvinden door als wij niet een ongelofelijke hoeveelheid bijzondere mensen hebben die iedere dag ook staan voor het Uitenjoon. En dat zijn de vrijwilligers van het Uitenjoon. Hadden jullie hier een kaart in gezien? U? Ja. Maar ja, we gaan toch gaan we uitproberen of het inderdaad een taart is. Mevrouw Groeneveld, heeft u ooit zo'n taart gezien? Nee, echt niet. Wilt u ons helpen de taart aansnijden? Ja. Ja. Want volgens mij bent u de oudste bewoner van het Uitenjoon. Ja. Ja? Wat is uw geboortejaar? 1970. Dat is een Uitenjoon, zegt mevrouw. Ja. En dat klopt denk ik, hè? Uitenjoon. Het ziet eruit als een Uitenjoon, maar het is een taart. Ja, maar is dat echt een taart? Het is echt een taart, mevrouw. Ja? Ja. Wilt u het aansnijden? Heel gevaarlijk mes. Zullen wij dat samen voor onze rekening nemen? Ja. Want samen zijn we sterker dan alleen, hè? Ja. Wilt u hem vasthouden met mij? Dan ga ik even de microfoon naar beneden. Ja. Gaan we deze kant op? Ja. Waar beginnen we? Waar beginnen we? Met het vlaggetje. We beginnen met vlag. Ah ja, met de vlag. Hij wordt al een beetje zacht. Gelukt. Wat doet u dat goed?
Dank je wel. En dan gaan we even opscheppen. Ja. Hoe krijg ik dat nog op? Ik ben 102. 102, ja. Geweldig. Wat een leeftijd, hè? Ja. Ja, en weet je wat ook zo belangrijk is? Dat je geest nog goed is, hè? Ja. Want u kunt alles nog? Ja, nou ja, je wordt verzorgd natuurlijk, maar in ieder geval, ik was mezelf nog en ik leef mezelf aan. En ik ben heel graag in beweging. Als er nog iets te doen is, dan doe ik dat gewoon mijn bed nog even goed toelichten. Prachtige bloemen heeft u gekregen, meneer Knoester. Plezier oud kunnen worden, want oud worden komt altijd met kwaaltjes. En dat we daar een beetje positief tegenover staan. Dat wil zeggen, die kwalen zijn er wel, maar je moet ze eerst aanvaarden. En als je ze nou aanvaardt, dan kun je er beter mee omgaan. Dan krijg je rust en dan kun je gaan proberen of er nog hulpmiddelen zijn die het kunnen verbeteren. En zo kan je van jaar tot jaar, kan je met plezier, kan je oud worden. Mijn wens is dat we nog heel lang onder de paraplu van respect mogen leven. Oh, dat gaat heel goed. Nou, daar gaan wij onder schuilen. Hoera. Hoera. Ja? Lang leven het Aquarium.